Dit is Urara. En Urara kost 35 euro per uur om mee te chillen. Aangezien zoveel mensen in Japan eenzaam zijn, is het inhuren van mensen de normaalste zaak van de wereld. Vaders, moeders, opa's, oma's, broers, zussen. Eigenlijk kan je bijna alles inhuren. Dus ook een vriendin. Ze kan hier elk moment zijn. Hallo! Hi, hallo! How are you? My name is Ulala. Ulala? Like Ulala, Ulala. Oh, Ulala. leuk dat je er bent. So, stara, Tokyo no steki na keshiki o misete agetai. We hebben een tolk. Nou, let's go! Daar zijn we. Urara is niet de enige gelukkige, want ik ga in deze video daten met 5 Japanse vriendinnen om erachter te komen of het allemaal puur zakelijk is of dat er toch ruimte is voor, nou ja, meer. Ik ben hier lekker met jou op date zo. Dit is jouw werk. Hoe gaat het precies? Zijn we allebei op zoek naar echte liefde of is het meer een beetje zakelijk voor jou? Watashi wa itemo shinken desu. Oh, oké. Okay. Dus stel, we zouden elkaar leuk vinden en zo, en dan straks werk is over. Als we dan daarna nog willen chillen, dan zou het gewoon moeten kunnen. Sono toki wa, familie romance no kaisha ni renrako shite kudasai. Ah, oké. Dat snap ik. Ja, mo, mechakucha kakkoii shi, mo, me mo kirei sugite houseki mitai da shi, chotto hazukashikute me mirenai desu ne. You love me? Yes. Hoe kan dat nou? Ken je nog maar een half uur? Bedankt voor deze prachtige date. Smile! Oké, ik kan me voorstellen dat je je nog steeds afvraagt. Kavei, waarom doe je dit? Nou, laat me even uitleggen. Je hebt net gekeken naar het begin van een hele Japanse datingshow. Komt-ie. Welkom bij I Love Yen. De datingshow waar ik, Calvin, op zoek ga naar mijn perfecte Japanse vriendin. Alle 5 dames krijgen per uur 35 euro betaald. Omgerekend in de Japanse munteenheid is dat 5000 yen. Elke ronde valt er een dame af. Dus hoe langer ze in het spel blijven, hoe meer ze krijgen. Genoeg reden om mij compleet platonisch te verleiden, dacht ik zo. Je hoort het goed. Compleet platonisch. Puur zakelijk. Want bij deze vrouwen is er geen sprake van gevoel of echte liefde. Nou, dat dacht ik, maar dat bleek toch anders. Hier kom ik later op terug. De dame die als laatste overblijft gaat naar huis met 20.000 yen. Welkom bij I Love Yen. Tijd voor date 2. Ontmoet Minami. Mijn naam is Minami. Vandaag is het game center. I like Minecraft. Oké, dan ga ik voor jou Minecraft knuffel winnen, oké? Thank you! Goed, Minami nam me dus mee naar deze arcade. Als echte gentleman moet ik natuurlijk wel iets voor haar winnen. Er was alleen één probleem. No. Oi. Ik kan dit helemaal niet! Het kost klauwen met geld, deze vrouw. This is the one. Yeah! Ik weet niet hoeveel geld ik heb uitgegeven, maar we hebben hem. Speciaal voor jou. I like you. Yes. Date nummer 3. Akane. Namae wa Akane desu. 26 sai desu. Tokyo kara kimashita. Waar zijn we? Kan je wat vertellen over deze mooie plek? Takai datemono ga ippai aru. Oh, ja, dat had ik nog niet gezien. Stel nou dat je tijdens dit werk iemand ontmoet waarvan je denkt, nou vind ik eigenlijk wel nice. Kan je dan ook daar buiten werk ook gewoon met diegene? Oh, yes. Ben je dan echt op zoek naar liefde? Ja? Ben je eenzaam? Oh, niet. Nou, dan is het wel gezellig dat we hier zijn. Bedankt voor de date. Arigato. Thank you. Tijd voor actie. Ontmoet Risa. Hoe heet je eigenlijk? Lisa. Kelvin. Disa. Lisa. Kelvin. Oh, wil je klimmen? Hoe hoog denk je dat ik kan komen? Timbu. Hollanda de doyate oensurdiska. Kibbeling. 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 Go. Ik doe het voor jou. Goed genoeg. Ja, sabarashi. Watashi no tame ni chojou made nobotte kurete. Nanka kakkoi na to omoimashita. Daijoubu? Kibbeling. Skina type wa? Ik hou van vrouwen die overdag heel lief zijn en dan 's nachts helemaal gek, helemaal wild. Ben jij misschien zo iemand? Nee. Zo? Ja.
Let's go! Ik had honger gekregen van deze workout. Maar gelukkig had mijn laatste date Ruri besloten wat te gaan lunchen. I forgot the restaurant name. Hai, watashi no namae wa Ruri desu. De toshi wa 34 sai de. Jij mag voor mij kiezen wat ik moet eten. Oké. Okay. Ik sumimasen. Ikutsu erabeeru desu ka ne? E atto. Yuppe. Oh. Oké. Kijk of ze echt gaat betalen. No. I was testing you. I'm a gentleman. Good man. Ik ga wel gewoon de belasting door, snap je? Ja, zij voelt iets meer als een soort moeder, moet ik eerlijk toegeven. Ja, nou, kom, man, we gaan lekker eten. Proost. 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 Today, my happy birthday. Hou op. Ben je jarig? Ja. Happy birthday to you. Heb je wel eens het idee dat mannen die op date gaan, dat bijvoorbeeld seks willen of zo? Ara. Kan dat dan of niet? やらない。この仕事ではやらない。Okay. 人と話すことが好きだから、この仕事は楽しい。Dit waren ze, mijn 5 dates. Ik heb geweldige diepgaande gesprekken gevoerd. Maar helaas moet ik één van de 5 dames naar huis sturen. Vriendinnen! Ik heb vandaag fantastische dates met jullie gehad. Maar helaas is voor één van jullie het avontuur hier voorbij. En krijg je eigenlijk ook niet doorbetaald. Dat is eigenlijk een beetje waar het om draait. De vriendin waar ik de minste connectie mee had, is Akan. Helaas stop het hier voor jou. Watashi wa tanoshikatta kara kanashii. Doei, doei. Daar gaat ze. Jullie zijn er nog. Er zijn nog 4 vriendinnen over. Tijd voor ronde 2. Namelijk de cadeauron. Ik geef jullie allemaal een budgetje. Dit is 10.000 yen. Dat is omgerekend zo'n 70 euro. Jullie krijgen een uur tijd om een geweldig presentje te kopen voor mij. Let's go. そこにいろんな種類のレコードがあって、古いアニメのものもたくさんあるのでカルビンは YouTube で世界中を旅してるので OK I like caps, so maybe 東京バナナとカルビンが知ってるアニメの歌があるんじゃないかなと思ってそれを探しに行きたいと思いますニューエラの帽子と長袖 T シャツを買いたいと思ってて En terwijl deze dames hun best aan het doen waren om in de race te blijven, bedacht ik me opeens... Wat als deze vrouwen tijdens hun zakelijke uurtjes met een man, die toevallig blond, lang en woest aantrekkelijk is... Wat als ze hem echt leuk beginnen te vinden? Stel, hè, ze vinden mij echt nice. Hoe zouden ze dan reageren als ik ze vraag... Maybe I can have your phone number? Daar zou ik later achter komen. Eerst tijd voor... Cadeautjes! Ik weet dus niet wie wat heeft gekocht. Cadeau nummer 1. Ah, langspeelplaten. Hi, eerlijk? Ik vind dit best wel gruwelijk. Arigato. Wat hebben we hier? Oh. Ah. Ik hoop wel dat ik straks nog wat geld terugkrijg, want als dit 70 euro was, dan is het flink genaaid. Cadeau nummer 3. Makkelijk publiek. Hey, North Face, man. Wat dit? Het is voor Lowlands. Snap je? Je stopt hier gewoon. Alles in, je geld, je telefoon, pilletjes en de... Is dit Tokyo Banana? Dit is het meest beroemde Tokyo's souvenir, heb ik me laten vertellen. Itadakimasu. Bijna. Lekker grap. De laatste. Oké. Heid. Oké, boys. Oké, I like it. Toneelstukje. Was even voor de... Nou goed. Gewoon goed. Nice. I like... All dit. En? Ik vind al jullie cadeaus gewoon van echt hoog niveau. Helaas moet ik ook nu weer iemand naar huis sturen. Oké, vriendinnen. Degene die naar huis moet heeft mij een cadeau gegeven waar ik een beetje misselijk van ben geworden. Ik ben namelijk een beetje misselijk geworden van de banana. Van wie was de banana? Als ik wist wat sorry in het Japans was, had ik het gezegd. Maar helaas. Doei, doei. Toen waren er nog 3. Hey! Of niet dan? Yes! Tijd voor ronde 3. Ik respecteer de cultuur van mijn vriendinnen enorm. En daarom gaan we gezellig met z'n allen... Sushi rollen. Sushi. Hey, sushi master. Good.
Ik heb wel eens betere gehad, laat ik het zo zeggen. Jullie mogen nu allemaal een sushi-rol maken waarmee jullie denken mijn hart te kunnen veroveren. En terwijl mijn vriendinnen rolden alsof hun leven ervan afhing, had ik wat persoonlijke vragen voor ze in petto. Mag je als je in een relatie zit, mag je dan met anderen ook flirten of niet? Gohan toch kan dan ik, maar twee stripclub of zo. En dan wat extra's betaald. Een beetje gewoon wat schamelijke dingetjes doen. Zo'n mensen die kan je ook aan een oké. Als het gewoon zakelijk is, mag gewoon eigenlijk andere checken. Welke dingen zou jij graag met mij willen doen? Aurora ga minikitai. Aurora minikitai. Oh, dat groene. Toch? Noorderlicht. We noemen dat Noorderlicht. Oké. Zij vindt mij gewoon eigenlijk vet kut. Oelala. Stel ik zelf een andere grote tong op een festival, is dat dan een probleem? Otoko dat daar ook. Ja, is dat een probleem? Het moment was aangebroken. Ik en de nepste sushi master ooit hebben elke sushirol onderzocht en geproefd. En na lang proeven... wist ik het zeker. De dame die ik naar huis ga sturen is de dame waarvan ik niet helemaal het idee krijg dat ze me heel erg leuk vindt. En daarnaast, als ik mijn sushi sensei moet geloven, was je sushi ook niet tevreden. De vriendin die naar huis gaat is... Risa, het eindigt hier voor jou. Hoe, wat gaat er door je heen? Niet dat sterk emotie. Ah, bye bye. Yeah! Finale! Als je met mij een mooi leven wil opbouwen, moet je het ook goed kunnen vinden met mijn familie. En daarom ontmoeten de twee overgebleven vriendinnen vandaag hun potentiële schoonouders. Ik introduceer mijn volledig ingehuurde... Japanse familie! Konnichiwa. Probeer er goed achter te komen welke vrouw echt voor mij wil gaan en niet alleen bij mij wil zijn om het geld. Want uiteindelijk weten jullie, mijn familie, welke vrouw het beste voor mij is. Veel plezier. Ik hou van jullie. Terwijl mijn familie mijn laatste twee vriendinnen aan de tand voelde. Zonder monnet was honmono da yo ne. Yoku kikareru desu keredomo, ma honmono de watashi no. Zat ik nog even na te denken over dit experiment. Want wat nou als Urara en Minami tijdens dit avontuur echt gevoelens zijn gaan krijgen? Ik dacht in eerste instantie dat deze dames dit werk puur zakelijk zagen. Een paar uren man vergezellen, geld verdienen en als de tijd om is, naar huis. Maar elke keer als ik daarna vroeg, zeiden ze vaak hetzelfde. Waren deze vrouwen stiekem niet ook een beetje op zoek naar liefde? Wat als ze echt iets voor me zijn gaan voelen? Daar kom ik zo achter, maar eerst even de eindconclusie. ありがとうございます。びっくり。 Wow. Wow. Oh, that was sweet. Oké, ja. En nu? Oké, het moment van de waarheid. Zag Urara dit hele avontuur als puur geld verdienen? Of is er buiten deze zakelijke kaders ruimte voor onbetaald contact? We lieten expres de camera zakken, zodat het leek alsof we niet meer filmden. We wilden haar niet het gevoel geven dat ze zich anders moest gedragen omdat er een camera draaide. Ik verzamelde al mijn moed bij elkaar en vroeg haar de $1 million question. Maybe I can have your phone number? Yes.